ook zo dat. Ik ga er even over uitweiden, want nee, dat doe ik even niet. Ik heb er ook geen tijd voor even, maar goed, ik doe het weer de vlog. Het is namelijk zo dat de Selma laag op weg. Vier cliënten weg, nog door weg moeten. So don't hold me back. You're not allowed to spend my time, cause that is what you came here for. Dus ja, morgen heb ik een dagje vrij, morgen even nu nog een video te maken, denk ik, naar tussendoor, dus ja, dat zijn dingen een beetje, dus deze dingen uploaden neem ik wel eventjes dan. Dus ja, maar ik ga morgen even toch de dag van en even vandaag. Ik heb vandaag een nieuwe trui aan, trouwens. Ik heb nog mijn moeder gekregen. Echt. Thanks. Dag van nu doe ik een keertje aan. Vandaag is een mooie nieuwe trui. Goed, mensen. Ik doe even een koffie nog een keer. Ik ga even boven halen. Zo. Licht het dan uit. Ook het regen om niet aan te laten, natuurlijk. Goed. En dan ga ik even boven lopen. Ik ben even begonnen met de video. Gewoon een levensloop. Maar goed, dat zie je wel als het in mei is. Dus ja, dat is een beetje gerust. Is het gewoon lekker een rustige dag eigenlijk. Dus werken, nu kleuteren. Dan wil ik op de tv kijken gaan, misschien even wat te zien op de tv of zo. Even kijken. Dat pluspakket op mijn tv, dus ik kan lekker alles doen wat ik wil. Goed. Dan gaat de dagje toch, ochtendje toch heel snel voorbij, man. Echt. Heel snel voorbij weer. Maar goed, ik heb er niet meer tijd om te gaan eten, joh. Dus, ja, dat is een beetje. Gedrukt zou nog zien of wat. Ik wil gaan doen eigenlijk een beetje. Een keer gezien of wat, dus ja. Yeah. Dat een beetje eigenlijk. En ja, ik zie het wel. Goed mensen, ik heb lekker een broodje op. En ja, yeah. Voor de rest is het gewoon lekker. Ja, ik zat met te kijken over Renarde. Samen lagen op weg en het is namelijk zo dat
Ik ga er even over uitweiden, want nee, dat doe ik even niet. Ik heb er ook geen tijd voor even, maar goed, ik doe het even de vlog. Het is namelijk zo dat de Selma laag op weg, vier cliënten weg, nog een keer weg moeten, omdat dus, omdat dus mensen geen, omdat er geen patiënten kunnen krijgen die voor verpleegkundigen zijn. En die beademing kan bedienen. Daarom moeten vier mensen die beademing hebben, beademd worden, gewoon weg moeten. Naar het weg moeten van de locatie. Ik vind het echt heel erg schokkend, echt waar. Ik heb dat al eerder gehoord, maar ja, video zag ik van een week laatst op YouTube net nog. En nu zou ik even hier rechtsbovenin in het i'tje zetten, zodat je altijd kan zien. En ook hieronder in de beschrijving zetten in de video daarover, want ik vind het echt te ver gaan. En ook echt niet kunnen, dat is ook een ding dat er gebeurt. Of whatever, en ja. Gelukkig zit ik hier goed. En ja, ze kunnen gewoon zo'n personeel krijgen. En dat vind ik echt heel erg. Dus ja, gelukkig zit ik nog goed bij Renade. En ja, mensen zijn een paar keer eerder waarschijnlijk al verhuisd. Als het verteld in een video. Nou, kom op, Brian. Als het verteld in een video. Dus ja. Dus je denkt, goh Isaac, hoe kijk je naar? Nou, een verschrikkelijke good life. Isaac, kom kijk je dit aan, het leuk om toch een beetje vermaak deze smaak is. Hoe dom kan zijn in die sukkel, zo ik het even zeg. Het is gewoon echt een sukkel, echt waar. Ik heb nog een nieuwe vlogjes op, even kijken. Even kijken. Dat is nog net niet zo lang meer. En dan gewoon nog een uur. Ik neem dan een uur nog. Maar goed. Wat is het? Half vier. Geweest. Half vijf is het klaar. Dan mijn helft nog weer afmaken. Dan ben ik er klaar voor 5 uur eens een keer. Zo. Toon je zeg, nog eens een keer in de krant, vind ik. Als dat gaat dukken. Hè? Als. Maar goed, ik ga even kijken dat het zo online is. Alleen dat het voor online is. Dan heb ik kijken naar Angry Birds, maar ik vond het toch iets te kinderachtig. Voor een die mensen die het leuk vonden, Angry Birds, maar. Nee, ik heb ook gewoon een volwassene film huren. Bij KPN. Ik heb mijn KPN gehuurd. Dat doe ik eigenlijk altijd nooit, maar dit keer wel. Dus ik dacht ook van, ja, ga ik elkaar op je inhuren. Dus ik ga even eten. En ik ga lekker edit op eten. Nu heb ik al zin in even, dacht ik. Voor de rest is het gewoon lekker rustige avond houden. Nu ga ik even lekker tv kijken. Ik ben helemaal klaar met werken eens een keer. Ik ben lekker vroeg klaar, even uploaden. Dus alles gaat wel online, ook op eventueel ook op LinkedIn. Dus ja, dat is een beetje een dikke moment in dat eten. Goed, mensen, hebben we lekker tijd voor een bakje koffie maken voor mezelf. Wat zal ik eens maken? Het is cappuccino, latte macchiato of macchiato. Caramel macchiato. Ik denk dat cappuccino was. Van vanavond. Mocht ik het daar op elkaar zitten, morgen lekker morgenavond. Dan ik het tv aan. Dus ja. Voor de rest is dat gewoon lekker een rustige avond houden. Met lekker dingen kijken, Spotify en dingen nog meer.
Ja, dat een beetje. Dat is wel komen op zo'n lage weg dat ik het echt heel bizar vind. En dat het gewoon echt bizar blijft, eigenlijk. Hoe dit zo is gegaan daar. Om die locatie van ons te doen. Echt heel, heel bizar. En ja. Ja, ik begrijp het gewoon niet. Het is gewoon. Ik vind het gewoon niet te verklaren. Dat er geen mensen zijn die. Dus ja. Is het lekker rustig en. Voor mij is het niet goed. Zo, lieve mensen, ik heb vandaag een heerlijke chille dag gehad vandaag. Een beetje niet zoveel gedaan. Ook weer veel, wel veel gedaan. Morgen nog een keer rustige dag, niet te veel willen. En weer maken we vandaag weer. Dus is morgen lekker chill. Dus ja. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond. Zo ja, doe dan zeker een dik vette, vette, vette. Duim hoog, Rutino. Maar goed, ik ging op mis met mijn Spotify. Nou, als je het leuk vond van vandaag, doe dan zeker een dikke vette duim omhoog. Vergeet niet om te abonneren als je nieuw bent. Zie ik je morgen om 4 uur als je om 10 uur vlog, excuus. Dan zag ik nu al mensen, tot morgen.